Ik ben Emmeke Roemer, 27 jaar en in 2010 afgestudeerd aan de opleiding Communicatie in de Hogeschool in Holland. Wat me voornamelijk is bijgebleven deze 2 jaar is niet zozeer de kennis die ik heb opgedaan, als wel het samenwerken in groepsverband. Het lijkt me heel erg leuk om leiding te gaan geven. En ik denk dat dat iets is waar ik nog verder naartoe moet groeien, maar dat is wel iets wat ik ambieer. Het hoogtepunt van mijn 3e jaar is mijn stage bij NCDO. NCDO is een organisatie die zich inzet voor een bredere draagvlak van ontwikkelingssamenwerking. Ik ben op pad geweest om filmpjes te maken die in het onderwijs gebruikt kunnen worden. Wereldburgerschap komt op verschillende manieren terug in de maatschappijleerles. En daarnaast heb ik de website onderhouden, communicatieplannen en strategieplannen geschreven. Ik ben iemand die met de beide benen op de grond staat en een grote groep mensen kan bereiken. In het 4e jaar heb ik stage gelopen bij Waag Society. En hoewel ik stage liep op de communicatieafdeling, heb ik heel veel in projecten gewerkt. Heel veel uitvoerend werk. Ik wilde mezelf opnieuw uitdagen. Ik wist niets van moderne technieken en nu weet ik er alles van. Een voorbeeld van een van de projecten waar ik in heb gezeten is Best Seen in Town. En dat was een ontwerpwedstrijd voor een technologische laag over de stad Amsterdam. Oké, dit is het. Dit is een van mijn meest favoriete plekken in Amsterdam, D139. En dat wil ik heel graag met jullie delen, dus kom maar mee. Ja, wat ik het liefst wil doen, dat is moderne media inzetten om een grote doelgroep te kunnen bereiken. En daarnaast, wat ik heel erg leuk vind, is dus projecten en evenementen uitvoeren en dan van begin tot het eind. En als ik die twee zou kunnen combineren, dan zou dat een ideale baan zijn. Emmeke is ambitieus, nieuwsgierig, vorsend, grensverleggend voor zichzelf, voor anderen. En challenging, ze daagt zichzelf uit en daagt anderen uit. Emmeke durft lef te tonen, durft zich uit te spreken, is communicatief heel sterk. Ze denkt goed mee binnen de organisatie. Dus het is iemand die je heel goed in het team kan hebben en toont veel initiatief ook. Het is een student 2.0. Ik heb het idee dat ik in de opleiding communicatie veel meer heb geleerd wie ik ben en wat ik kan. En dat is veel meer dan ik gedacht had.